Hij is 2,13 meter lang. Hij is als eerste Nederlander de sterkste man van de wereld. Hier is een portret van Ted van der Parre. Finally it goes to Holland! Finally it goes to Holland. Ted van der Parre bedoelt daarmee de titel van sterkste man van de wereld. Op 3 oktober 1992 stond hij in IJsland als eerste Nederlander op de hoogste trede van het podium. Dat was na die adembenemende competitie met onder andere de titelverdediger Magnus Ver Magnusson. Wat voor een mens schuilt er achter deze Westlandse reus van 2,13 meter? Wat bracht hem ertoe zich toe te leggen op een vorm van krachtsport waar hij zich in feite maar 1 of 2 keer per jaar mee kan profileren? En in hoeverre veranderde zijn leven na die titel? Een droom in vervulling gegaan. Ik heb gewerkt. Een Westlander van staal die tot een lengte van 2,13 meter is gerijpt in Monster, te midden van de kassen. Zijn glazen stad aan de kust. Rijp is wat anders, hè? Ze zijn nog zo groen als gras. Ja, er moet nog een beetje zonlicht bij komen. Ja, ze hadden ook denk ik, eergisteren zijn de gekleurden eraf gehaald, hoor. En toen hebben ze tijd nodig om weer opnieuw aan te rijpen. Je voelt je wel thuis in zo'n kast. Die tomaten hebben altijd een rol gespeeld in jouw leven. Je bent zelf plukker geweest. Ja, dat was vroeger toen ik op de middelbare school zat en daarna ook nog een langere periode. En het was altijd wel een lekkere bezigheid om te doen. En je was er lang genoeg voor? Ik was er lang genoeg voor, kon er goed bij. En vooral met de netjes bovenin dat hier tomaten gedraaid moeten worden. En dan kon ik in de tijd kon ik er makkelijk bij. Maar tegenwoordig, ja, die kassen worden steeds hoger en hoger. Dus je hebt even hulpmiddelen nodig. Je vader was politieman, hè? Was dat een mannetjesputter? Was hij sterk? Ja, die man was 1,96 en ook een beer van een vent. En ja, die heeft ook wat kracht aan mij meegegeven. Kijk, ja, dat onze mannetje ook wel. Hij deed ook aan boksen. Maar ook met gewichtheffen deed hij ook in zijn periode. En ik weet, vroeger hadden we de buren, hadden badgasten. De Duitsers kwamen over dan zomers. En die reden zo'n klein Fiatje. Ja, een heel klein dingetje. Een 500 was de grootste motoriseerde rolschaats. Ja, die vent die kon die wagen moeilijk parkeren. Dus mijn vader zat een beetje aan te kijken. Zo. Nou, dat schiet ook niet op. Dus die gaan naar buiten toe, pakken het wagentje op bij die bumper en zet hem zo weer op zijn plekje neer. Je kunt dus zeggen dat je de kracht geërfd hebt van je vader? Ja. Was je als kind al zo groot? Nou, toen ik geboren werd, in eerste instantie dachten mijn ouders van nou, dat kind wordt niet zo gek oud. Want er bleef weinig voeding bleef er in me zitten. Dus ja, de artsen zei ook, dat wordt niet veel hoor. Het is helemaal uitgedroogd. Maar ja, toen op een gegeven moment bleef er toch een beetje voedsel hangen bij Ted. En ja, toen ging het groeien. Nou ja, dan kom je natuurlijk op school terecht. Altijd de grootste van de klas. Ben ik altijd al geweest. Werd er mee gepest? Nee. Nou ja, wel is natuurlijk altijd, ja, je hebt natuurlijk een bijnaam lange. Nou ja, goed, dat valt niet omheen te komen. Dat is helemaal zo. Heb je er zelfvertrouwen aan ontleend, aan je lengte? Of zat het je meer in de weg? Nee, ik heb nooit in de weg gezeten en ik ben iets langer dan de gemiddelde Nederlander. En daar ben ik wel trots op. Ted is een liefhebber van het strand en de zee. En omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, trof hem onlangs in Vlissingen, in het maritiem attractiecentrum het Arsenaal. We hebben hier een prachtig uitzicht op de zee. Ik heb begrepen dat je ook nog lange tijd lid bent geweest van de Monsterse Reddingsbrigade. Vertel daar eens wat van. Ja, dat was een unieke periode in mijn leven. Dat was, ik ben ongeveer een jaar of 5, 6 actief lid geweest. En ja, ook in combinatie met EHBO-werk op ook verrichte daar. Dat was echt bizar om te doen. Drenkelingen gered of? Ja, dat is langer geleden. Dat was ik een jaartje of 11. Om 11 jaar stond ik te vissen op de dam. En ineens hoor ik een hoop gebrul van andere kinderen. Joh, leg je op dit water. En die stonden er allemaal omheen te kijken. Dacht, nou ja, god, als niemand het doet, dan moet ik het maar doen. Dus ik loop het water in mijn kleren en de handen. Ik haal dat kind haal ik eruit, zet op de kant neer. Ja, toen had ik natte kleren en het was in maart, dus ja, het was
niet zo gek van hem. Dus ja, ik ging naar huis toe van het droge kleren aantrekken. Ik ging weer terug naar de strekdam, naar mijn hengeltje toe. En ik ging verder met vis. Nou, daar vanuit is gekomen, ja, s'avonds stond de moeder van de kindje stond aan de deur met een grote doos met kleurpotloden. Dus ja, op een gegeven moment, de krant die kreeg er ook lucht van. Nou, de burgemeester ook. Nou, ik moet bij de burgemeester komen. Dan ben ik gehuld voor de burgemeester. Ik heb een horloge van hem gehad met inscriptie, die het nog steeds doet. En daar vanuit ben ik ook weer terechtgekomen bij het Carnegie Heldenfonds. En daar ben ik nog steeds lid van. Als je sterkste man van de wereld bent, ben je een attractie. En mag je overal je kunsten laten zien. Te midden van de bloemen van de Keukenhof wacht hem een bijzonder klusje. Met vier Jacoba's van Beieren. Totaal gewicht 250 kilo. Als ik me niet vergis, kwam jij in 1980 voor het eerst in een fitnesscentrum. Je was toen 24 jaar. Wat was eigenlijk de aanleiding daartoe? Waarom kwam je er? Ja, de aanleiding daartoe was eigenlijk dat de sterkste man van de wereld had ik een paar keer gezien op televisie. En ik had gedacht van ja, god, dat is misschien wat voor jou. En ja, je stapt sportschool binnen en je gaat trainen. En ja, dat ging allemaal vrij soepeltjes. Tot op een gegeven moment kan ik nooit een slaapijzer in mijn handen gehad. En ja, ik ging bank drukken. En ik had nooit gedaan. Ik pakte 120 kilo. Dat was echt bijzonder. Ik stond met zulke grote ogen om te kijken van joh, hoe flikt die gozer dat? Dat heb ik nooit gedaan. De eerste keer 120 kilo dan? Ja. Dat is indrukwekkend. Dat was indrukwekkend, ja. En op dat moment kreeg jij in de gaten dat je over meer dan, laten we zeggen, modale spieren beschikte. Ja, ik dacht er moet meer uit te halen zijn. Het is, kijk, had ik ook die mensen gezien op televisie en als je gezien met bakstenen tillen en dat ging ik ook al stiekem thuis achter een schuurtje ging ik proberen. En dan kwam ik toch dicht bij het aantal stenen wat hun toch ook bereikt had. Dus ja, het boeide me. Ik dacht dat moet voor mij ook weggelegd zijn om daar eens een keer mee te mogen doen. Dat was mijn grootste wens op dat moment. Toen kwam je eerste tv-optreden in 1984, was de sterkste man van Alkmaar. Je was wel lang, maar je was minder imposant, wat kracht betreft en zo. Ja, ik zag er qua lichaamsbouw ook iets anders uit. Het was gewoon ja, een beetje een forse aangelegde draadnagel, kan je wel zeggen. Maar ja, dat was mijn eerste optreden. Ja, en dan kom je ineens in het veld van, je mag meedoen als sterkste man van Nederland. Dus ja, dan ga je ervoor en dan kom je tussen die krachtpatten zoals een Kees de Vreugd. Gerard de Prie en Ab Wolders en daar mag ik dan mee gaan strijden. En dat was heel boeiend voor mij en ook heel leerzaam. Vanaf het begin hebben we het over de sterkste man gehad. Ben je altijd een groot fan van Jeff Capes geweest? Ja. Waarom? Ja, die man die heeft een uitstraling. En zijn optredens in die wedstrijden, hij heeft een techniek. Hij weet die dingen zo goed aan te pakken. Hij weet alles te berekenen. En als je dan kijkt naar een wedstrijd ook. Hij heeft zoveel verschillende soorten schoenen bij hem. En die heeft eigenlijk voor ieder onderdeel gebruikt een ander paar schoenen. En dan zeg ik, ja, dit man is heel technisch bezig. En ja, ook zijn uitstraling. En ook, ik had hem nog nooit gezien. Ik kwam een keertje tegen in Arnhem. Een wedstrijd van de sterkste man van Europa toen. En hij ziet me staan en ik kon gewoon een praatje maken. Dus ja, ik was wel onder de indruk van hem. Maar toen nog meer. I think... He is. There's a possibility if he puts on probably a little bit more weight, maybe 40 pounds, 20 kilos, and on his legs, and gets stronger on his legs. We call a tall person with a big body and small legs. Lucky he stands up. Je werd wel eens gepest met je bonenstaken, je benen. Dat, ja. Het was niet het meest geforceerde gedeelte. Nee, het waren gewoon nog stokjes. Er zat nog geen modelletje in. Maar dat modelletje zou toch snel komen. Volgende deelnemer, Ted van der Parre, de 28-jarige horecamedewerker uit Monster van der Parre, is 3 jaar geleden begonnen met powerliften, werd vorig jaar uitgeroepen tot de sterkste man van Zuid-Holland. En dit is Ted van der Parre, die ober dus. Sterke kerel, je kunt dat zien. Eén tip als die man bij u aan tafel komt om af te rekenen, geef onmiddellijk tenminste 20% gooi. Kijk eens hoe lang die is, Ted van der Parre. Geen moeite om die bussen van de grond te houden. Met zijn 2 meter 10. 19,4 is een tijd, niet slecht.
En ook hier wat later komt hier Gerard Dupri aan. 23,5. Misschien niet zo snel, maar toch zeer charmant. Een reus is ongetwijfeld de 33-jarige en 150 kilogram wegende Ted van der Parra uit Monster. Ruim 2 meter lang werd hij sterkste man van de glazen stad, van West-Nederland en van Zuid-Nederland. En dan Ted van der Parra, de reus uit Monster. Zijn matige resultaten bij de eerste onderdelen, behalve dan bij het bootrekken, moeten motiveren tot meer. Kijken of hij dat ook kan. Zijn tekening vordert snel, dus dat betekent dat hij goed gaat. Maakt de hele wereld gek op zijn begeleider. Ted laat zich niet gek maken. Zichzelf in ieder geval niet. Aanmoedigingen hier voor Ted van der Parra, de eerste man. Van der Parra is zo verschrikkelijk sterk. 43, 44, 45. En dan is hij er, maar hoe ver gaat hij nog door? Ik kon er helemaal niets van zeggen. Van der Parra heeft een sportieve plicht gedaan. Met 3 gewonnen onderdelen en een meer dan voortreffelijk gemiddelde op de andere onderdelen neemt hij de kroon over van Tjalling en wordt hij sterkste man van Nederland. Een titel waarvoor hij de trofee kreeg overhandigd door zijn grote voorbeeld Jeff Capes. Een titel die hem ook bracht in zijn eerste sterkste man van de wereldcompetitie op Tenerife, te midden van de allersterkste. Hey, this is fun! Het was een competitie waar hij op sommige onderdelen blijk gaf van zijn enorme potentieel, maar die toch werd overschaduwd door domme pech. Een ontzette vinger, een beenblessure, ontwellingen enzovoort. Ted zou uiteindelijk eindigen op de 4e plaats, achter Magnusson, Thorsen en Taylor. Waar krijg je het op? Het jaar daarop in Zierikzee wordt hij voor de 2e maal sterkste man van Nederland en dwingt hij opnieuw zijn kandidatuur af voor de sterkste man van de wereldcompetitie. Zijn revanche voor zijn matige optreden op Tenerife moet gestalte krijgen te midden van de geizers, heet waterbronnen en watervallen. IJsland, in feite het hol van de leeuw, want het is het thuisland van zijn grote rivaal, de titelverdediger Magnus Ver Magnusson. Maar Ted is in een geweldige vorm. Hij wint maar liefst 3 onderdelen en sluit de competitie af met een gemiddelde van 8 punten per onderdeel. 30 seconden en nog maar een paar meter te gaan. De snelste, 2 meter 13 vermoeidheid op IJslands asfalt. En dan, hij redt het precies 1 meter verder naar Magnus. Ted is sterkste man van de wereld. Finally it goes to Holland! Finally it goes to Holland. En Magnus en zijn vriendin, die kunnen het nauwelijks geloven. Het lijkt hem gegund. Heeft die titel je veranderd? Mij persoonlijk niet. De mensen om me heen die veranderen daardoor wel. Je krijgt van mensen waar je denkt van, joh, waar ken ik je van? Of weet ik veel wat, die geven ineens een aandacht. Dan denk je, nou ja, goed, dat hoort er ook bij. Het is allemaal leuk, die aandacht. Het is hartstikke leuk. Maar voor mij persoonlijk, nee, verandert er niks. Want het is maar een betrekkelijke periode in je leven. Het is hooguit een jaar, misschien 2 jaar dat je ervan kan genieten. En dan is het weer afgelopen en dan sta je weer achter in de kast en is iedereen je vergeten. Plaatsen mensen je op een voetstuk, merk je dat of zo? Ja en nee, ik denk het wel hoor. Dat er een heleboel mensen plaatsen op een voetstuk en vooral kinderen. Die kijken echt immens tegen je op. Want waar je ook komt en er zijn kinderen die zeggen van, joh, jij bent de sterkste man van de wereld, ik heb je op televisie gezien. Ja, die plaats je echt op een rotsblok, dat is echt heel erg hoog. Ja, dat is hartstikke leuk. Oogst je met die titel? Kun je ervan leven? Ik kan er... Op het moment kan ik er van rondkomen, gezien hetgeen wat ik allemaal aan het doen ben, dan kan je er wat mee doen, ja. Gelukkig. Had je er meer van voorgesteld? Ik had me er meer van voorgesteld, maar ja, Nederland is
maar zo'n klein dingetje op de aardbol, dus daar had ik gewoon niet veel van verwacht in principe. Dan nodigen ze je voor een heleboel dingen uit, voor demonstraties, voor handtekeningen, je mag een linkje doorknippen hier en daar. Ja. Maar we zagen je onlangs, zagen we je ook nog een startschot lossen bij een Ronald McDonald loop. Ja, dat was een sponsorloop. Ja, dat legde een beetje gevoelig bij mijn eigen, hoor. Want mijn vader die is in 88 overleden aan leukemie. En de Ronald McDonald'shuizen die zijn daarna pas in het leven geroepen. En dat ze er nu zijn vind ik fantastisch, want het had zeker mijn moeder heel erg geholpen. Om toch, ja, mijn vader had een lange periode in het ziekenhuis gelegen, dat ze toch dicht bij hem kon zijn. Als er wat aan de hand was, ze gelijk kon zeggen van nou, ik ga het naar je vader toe, want hij heeft me nodig. En nou was hij iedere keer, moest ze van huis vandaan, naar het ziekenhuis. En ja, dat was echt een rompslop eromheen eigenlijk. Gemiddeld zo'n 2,5 tot 3 uur per dag is Ted te vinden in een krachtsportcentrum in Vlaardingen. Hier staalt hij zijn spieren en houdt hij zich in vorm voor zijn diverse optredens en competities. Niet alleen op het gebied van sterkste manactiviteiten, zoals we die van de tv kennen, maar ook bijvoorbeeld de Highland Games in Schotland en Engeland, waar hij zo'n maand of twee per jaar ook aan meedoet. Ja, in de sportschool ben je echt puur bezig met je krachttraining. Dat staat dus een beetje in de onderdelen van powerlift ook voorkomen. Een bankdruk, een deadlift, een kniebuig. Dat doe je een beetje binnen en dan ja, veel schouderoefeningen doe je ook binnen. En je onderrug, dat is ook heel belangrijk. Die doe je ook lekker gezellig binnen. De buitentraining? Ja, de buitentraining, daar heb ik weer een goede steun gevonden aan Gerrit Kortland. En zijn vader niet te vergeten, want die hebben die attributen die we ook gebruiken met sterkste man gebeuren. Die hebben zo goed als kan nagemaakt. En dat werkt perfect. Kijk, ze hebben bijvoorbeeld een hele goede boomstam gemaakt. Ze hebben de Stones of Strength hebben ze gemaakt. Ja, voor de crucifix hebben ze wat gemaakt en voor de accutil hebben ze wat gemaakt. Dus ja, dat is echt uniek dat hun dat gemaakt hebben, dat ik daar gebruik van kan maken. Dat is, daar ben ik de mensen zeer dankbaar voor. En het is toch prettig als je met zulke dingen toch die buitentraining kan aanvullen. Voor het vrachtwagentrekken, al jaar een vast en populair nummer in de sterkste mancompetities, gaat hij met zijn coach Gerrit Kortland bijvoorbeeld naar een dealer in Vuren. En steeds als hij zich meldt, blijkt hij weer een attractie te zijn. 2, 1, weg. Kort, snel, kort. Kom op. Voer op. Sneller. Hoe ging die? Kort, snel, ja. Dat is goed. Ja. Dat voel ik die ook goed. Ja, lekker hoor. Niet alleen de kracht, maar ook de snelheid en het uithoudingsvermogen moet op peil worden gehouden. Kom, kun je eerst hier naar je viel. Doorgaan. Voluit. Ja. Kom, weer sneller dan de tweede keer. Duinen van Monsteren, een bekend gebied voor jou. Hou je van paarden? Ja, ze zijn mooie beesten om naar te kijken. Ze hebben iets, die beesten. Heel mooi. Ik wil het eens over je eten hebben. Je bent de hele dag met je lichaam bezig. Veel trainingsarbeid. Je eet dus ongelooflijk veel. Ja, je moet er brandstof in gooien, zoals ze dat noemen. Nou, dat is mijn ontbijtje. Ja, dat begint s'morgens tussen de 4 en de 8 sneetjes brood. En tussendoor nemen we een hapje fruit. Ja, dan tegen de tijd is de lunchtijd aangebroken en wordt de tafel weer rijkelijk gedekt. En met, ik heb wel gezegd, ook tot 12 à 18 boterhammen verorberd. Nou, dan is middags na mijn training, wordt het diner zo'n beetje, wordt dan een beetje voorbereid. Dus wordt de tafel weer aardig gedekt weer. Met diverse groenten, aardappels. Voor mij is het ongeveer een kilootje aardappelen. Nou, wat flinke verse groenten erbij. Een normaal stukje vlees. En alles een lekker toetje. Een ander praktisch probleem zou kunnen zijn je kleding. Ik zie je vaak in folders of in bladen zie ik je afgebeeld in een keurig pak met chique schoenen en zo. Ja. Waar kun je dat vinden? Tegenwoordig is het geen probleem meer. Ik heb nou een zaakje gevonden in Rotterdam. Die kunnen maar aardig aankleden. Nou, we hebben hier dus een heel mooi kostuum.
Zo, dat is het heertje weer. De Titanic, althans het schaalmodel, valt in het niet bij Titanic Ted, zoals je in Engeland wordt genoemd. Titanic, letterlijk reusachtig, gigantisch. Een jongen van de kust met een bijna vanzelfsprekende belangstelling voor de scheepvaart, ook al is dat dan in een maritiem museum in Vlissingen. Ja, dat heeft me altijd wel erg aangetrokken hoor, de scheepvaart op zich. Het was, kijk, ik kom van de kust vandaan, dus ja, het is logisch dat je vaak op duin stond en dan stond je toch naar de scheepvaart te kijken als je als zicht goed was hoor. Je bent ook nog een poosje matroos geweest, hè? Ja, op de kleine vaart, de kustvaart zo gezegd. Dan kwam ik terecht, ja god, omdat je natuurlijk altijd op de duin stond te kijken naar die boten. Dan, ja, dan wou je wel eens weten hoe op zo'n boot zou zijn. Dus ik kwam zo'n kustvaarder terecht, eentje van, ja, het was het ding, even 900 ton. Dus het was niet dat je zegt, van, jongen, wat een grote schaat. Maar het was een hele leuke periode. Je kwam nog eens ergens en ja, je maakt ook rare zeeën mee. Dus, rare zeeën en ook rare avonturen? Nou, avonturen niet, maar wel rare zeeën. Want ja, god, dan ben je met een broekje van 17 jaar en dan zie je op zo'n boot en dan kom je wel eens in een haventje. Ja, je gaat wel eens een kroegje natuurlijk, dat hoort er ook bij, je ging even stappen. Maar voor de rest, nee, geen avonturen wat aangaat in de havens, dat niet. Op een gegeven moment ben je ermee gestopt en dat had een speciale reden? Ja, god, ik was al een jongen van 2,4 meter lang en ik stoot overal mijn kop tegen. Mijn bedje was te klein en het was te benauwd. Dus dan houdt het op een gegeven moment op. Hoe leuk het ook was hoor, maar het was gewoon allemaal te klein. Met andere woorden, je bent eigenlijk afgekeurd voor militaire dienst vanwege je lengte. Ja. En als matroos speelde dat ook weer een belangrijke rol. Ja, god, dan is het echt ten nadele als je een beetje lang bent. Dan kom je gewoon leefruimte, je komt hoofdruimte, alles kom je tekort eigenlijk. Hij is de langste man die ooit aan de sterkste man van de wereldcompetitie heeft meegedaan. Ted, dat is een voordeel. Ted. You want to win? Wil je met een groot en breed lichaam wat bewijzen? Ik bedoel, koester je in de belangstelling die je krijgt? Je bent toch een soort blikvanger, hoe je het ook bent of keert. Ja, nee, het is niet de intentie om dat te willen. Maar ja, je komt er niet omheen. Het is, die spieren die worden een beetje groter dan eigenlijk bij een mens die niet zou sporten. Ja, ik sport, dus je lichaam past ze eigenlijk toch aan en iemand die niet sport, die blijft gewoon in zijn eigen proporties. Maar ja, bij ons, ja, doordat je toch zwaarder gaat trainen en die spieren moeten toch extra hard werken en daardoor groeien ze ook. Over spieren en kracht gesproken, deze man werd 4 maal sterkste man van de wereld. Een van de mensen van het eerste uur in deze krachtsport is John-Paul Ziegmason. Onlangs overleden. Wat ging er door het wereldje? Ja, wat ging er door het wereldje? Het kwam als een schok over ons heen. Het is, ja, we gaan straks weer die Highland Games gaan weer in. En in Schotland en weer die sterkste mannenstrijden gaan we draaien in Schotland. Ja, we zullen hem echt missen. Want het was echt een gangmaker, een showman. En hij was altijd druk in de weer met dollen en goed presteren. Niet te vergeten. Dus ja, we zullen hem echt wel missen. John-Paul Ziegmason, de man die als handelsmerk met zich meedroeg, I am a Viking. Kun je toch voorstellen dat
door de modale mens dit niet losgezien wordt van het gebruik van, zeg maar, onoorbare middelen. Ja. Pillen, anabolen, noemen ze zelf maar op. Ja, die vraag is mij ook al gesteld, maar ja, het is... Ik kan daar geen antwoord op geven. Het is gewoon hetgeen wat... dat word je gevraagd van, joh, zou het niet daardoor komen of daardoor, maar ja... Het kan. Ik zou het niet weten. Sta je zelf tegenover het gebruik van onoorbare dingen? Ja, dat is gewoon negatief, klaar. Het is oneerlijke concurrentie als het gewoon logisch bekijkt. Zo zie ik het, klaar. Er is geen, voor de rest geen antwoord mogelijk. Gebruik jij niks? Nee, ik gebruik het goede voeding, mijn eiwitjes, vitamintjes en dan... Nou ja, sinds kort al mijn oestextract. Dat daar vaar ik wel bij. Wat noem jij jezelf? Een artiest, een krachtpatser of een puur sportman? Ik denk gewoon sportman. Daar vind ik me eigenlijk heerlijk in. Artiest, dat zou misschien ook wel misschien weggelegd zijn, ik weet het niet. Maar voorlopig voel ik me enkel goed sportman. Ga je nog een keer voor de titel? Ik kan geen nee zeggen, ik moet. We gaan er nog een keer voor. Ik ga even werken.